We staan hier op plein 44, waar dadelijk om 4 uur de opening van het Vierdaagse Feest begint. Waarbij burgemeester Bruls ook aanwezig zal zijn. Hebben we te zien, mensen? Ik wil heel graag alle handen omhoog door elkaar. Dit moment dan Calvino Zombies! Applaus, Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Ja, goedemiddag allemaal. We staan droog en zoals al werd gezegd, fantastisch dat plein 44 dit jaar ook weer mee doet. Hebben jullie er zin in? Ik ga niet over het weer, maar het ziet er hartstikke goed uit voor de komende week. Dus laten we daar maar van uitgaan, en anders staan we hier gezellig droog te feesten. Op 20 pleinen rond dit tijdstip trappen we af voor wat ongetwijfeld een fantastische zevendaagse zijn. En we kunnen al een beetje gaan aftellen naar dinsdag, wanneer de vierdaagse als wandeltocht natuurlijk gaat beginnen. Hartstikke goed! Ik ga jullie niet vermoeien met een toespraak van een half uur. Ik ga ook niet zingen. Hebben we dat ook alweer gehad. Maar ik ga jullie wel allemaal heel veel plezier toewensen. En bijzonder vanmiddag is ook, die basketbal act was er al een mooi voorbeeld van. Overal in de stad kun je prachtige urban sports zien. En iedereen kan iets doen, of het nou met een bal is, of straks een aantal mensen hier op een fiets. Iedereen kan meedoen. Heel veel plezier en geweldige feesten. En straks een fantastische vierdaagse. Dank jullie wel. Waar is de bal? Nou, het is eindelijk weer zover. De vierdaagse feesten zijn begonnen. Hoe voelt dit nou? Ja, ik vind het altijd weer een geweldig iets. Het begint eigenlijk altijd te kriebelen de week van tevoren. Maar als het dan zaterdagmiddag echt officieel is, dan weet je, nou is er ook geen terugweg, vol vooruit. Goed zo, en hoe voelt het om dit te openen hier op het podium? Nou, ik vind het heel mooi. Ik vind het vooral ook mooi dat plein 44 dit jaar weer meedoet. Iedereen kan ook zien, ze hebben het prachtig overdekt. En vandaag zaterdag is het ook wat cool, wat nat. En dan kun je toch geweldig feest vieren. En dat is wel iets moois dat we dat ook in onze stad hebben, al die overkappingen. Met andere woorden, niemand hoeft zich zorgen maken over het weer. Je kunt toch leuk komen feesten en gezellig doen. En zo is het. Nee, dankjewel, jongen. Wanneer is voor u nou echt de vierdaagse feesten geslaagd? Nou, ik denk dat als we die enorme mensenmassa zien verwachten, dat die toch heel veel plezier hebben gehad. En vooral dat er nauwelijks iets gebeurt, dat er geen trammeland is. Dat is voor mij altijd wel het teken na een week dat goed is gegaan. En hoe iedereen feest en welke muziek, dat geloof ik wel. Dat is niet mijn ding, daar moet iedereen van maar genieten. Maar vooral dat het gewoon gezellig is. Mag best wel leuk muziek zijn en natuurlijk wat herrie erbij, maar geen trammeland, geen gedoe onderling. Officieel geopend. Hoe vond je deze ervaring? Tot nu toe geniet ik echt volop aan. Ik vond het echt heel leuk, weet je wel. We zijn hier in Nijmegen, op het leren van mezelf, maar ook gewoon om Nijmegen te vieren. Dus tot nu toe geniet ik met volle teugen. De eerste opening, de eerste paar bieren, waanzinnig. De vierdaagse feesten zijn hier zojuist geopend. Hoe heeft u dit ervaren? Ja, we zijn zelf ook een paar uurtjes hier nu, maar wel leuk. Seizoensafsluiting van het voetbalteam. Dat bevalt wel. En ben je hier al vaker geweest? Ik heb zelf in Nijmegen gestudeerd. Dat wel, ja. Dan kom je wel. En wat maakt de vierdaagse feesten nou zo bijzonder voor jou? Deze gewoon een week lang of twee weken. Hoe lang is het tegenwoordig? Een week. Ja, gewoon buiten en buiten. Leuk biertje, muziekje overal. De hele stad. Perfect. Nou, fantastisch. Zoals elk jaar. Het is weer vanaf het begin af aan is het gelijk weer feest. En ik sta hier met mijn vrienden, dus volgens mij kan de week niet meer stuk. En dit is, neem ik aan, niet uw eerste keer vierdaagse? Nee, de
dit zal ongeveer de 40ste keer zijn. Dus, ja. En wat bent u van plan deze week? Wat gaat u doen? Feest vieren? Ja, ik heb mijn bandje om de dagen te vieren heb ik net binnen. Dus ik ben tot en met vrijdag ben ik onder de pannen. Het is zo waanzinnig wat ik hier, als je de stad binnenloopt, heb je het allemaal naar je zin. Weet je. De mensen zijn gemoedelijk, leuke sfeer. De sfeer is top. De sfeer is top. Ja, jullie zijn top. Weet je wel. En meneer achter de camera is top. Jij doet het leuk. Super, dankjewel. Jij bedankt.